In deze video ga ik tonen hoe dat je met behulp van de website keepfit.com video's kunt downloaden van YouTube en Vimeo. Vooral voor onderwijs kan het heel ambetant zijn dat er video's op YouTube of Vimeo staan en nadien verdwijnen. En soms wil je die dan bewaren. Dat kan met behulp van Keepfit. Let wel, op de video's op YouTube en Vimeo staat er auteursrecht. Hè? Dus hou daar wel rekening mee. Maar binnen het onderwijs hebben we een aantal vrijstellingen die ons toelaten om toch dingen te tonen zonder dat we het auteursrecht schenden. Gebruik je dit voor buiten het onderwijs, ben je eigenlijk illegaler bezig. En ik denk sowieso binnen het onderwijs ook in een grijze zone. Maar ik wil het jullie toch tonen, hè, omdat het soms niet anders kan dat we op die manier video's gaan opslaan. Dus ik heb hier keepfit.com. Ik ga eerst een YouTube-video opslaan. Nu ga ik het auteursrecht niet schenden, want het is een video van mijzelf. Ik ga de link kopiëren bovenaan. Dus ik heb een video gezocht in YouTube. Ik ga de link kopiëren. Ik ga naar Keepfit. En je moet een beetje opletten, want er staat heel veel op die pagina. Heel vaak download en dergelijke meer. Maar vaak is het woordje download verwijst naar een reclameboodschap. Het is hier bovenaan dat je je link moet plakken. Dan klik je op download. En dan krijg je alle mogelijke formaten te zien die je kan gaan downloaden. Let op. Sommige formaten zijn enkel video. Hier bijvoorbeeld is enkel de video of enkel de audio. Je kan daarin kiezen. Hier bijvoorbeeld hebben we de volledige video. En die kan ik gaan downloaden. Het is geen grote video, dus het duurt niet zo lang. Voilà, is klaar. In dit filmpje ga ik jullie vertellen hoe dat je in Google... Voilà. Video is gedownload. Heel simpel. Je hebt niet alleen YouTube, je kan ook soms naar video's zoeken op Vimeo. Ik heb opnieuw een filmpje van mezelf. Ik klik op share. Ik kopieer de link. Ik ga naar Keepfit. Klik op download. En er gebeurt niets. Komt dit? Deze video staat private. En daarom zal het niet lukken. Dus we zullen moeten zoeken naar video's die niet private staan. Ik ga nu even naar mijn video's. Ik heb hier een video die niet private staat. Ik kopieer de link. Dossier. Ik ga naar Keepfit. Klik op download. En nu zal ik de video wel kunnen downloaden. En dus dat betekent video's die je doorkrijgt. Die bij Vimeo. Je krijgt de link door. Maar die staat niet toegankelijk voor iedereen. Ga je nooit kunnen downloaden. Het moet echt een video zijn die openbaar staat. En als je gaat klikken op download mp4. Ga je normaal gezien niets kunnen downloaden. Wat moet je doen? Je moet op de rechtermuisknop, dus je gaat op de download gaan staan, bijvoorbeeld 720p, rechtermuisknop en dan link opslaan als, en dan zo je video gaan bewaren. De Cochrane Library bevat voornamelijk overzichtsartikelen. Dus op die manier kan je in Keepfit heel makkelijk video's bewaren, maar hou er wel rekening mee. Er is auteursrecht. Dat je dat niet schendt. Dus de video, de oorspronkelijke video, als daar auteursrecht op geldt, dan kan je in overtreding gaan.